Zijn jullie klaar voor, dames? Ja, hoor. Een shoe-competitie met deze fitte jonge kerels? Ja, is goed. Durven jullie dat, ja? Ja. Nou, wij zijn er klaar voor. Eten. Ja. Ja. Yay. Yay. Rotterdam Cares organiseert de Nacht van de Vrijwilliger. Op 7 plekken in de stad gaan 100 jonge Rotterdammers aan de slag voor stadsgenoten om hen een leuke avond te bezorgen en zelf te leren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Ja, ja hoor. Spelletjes vinden we allemaal leuk. En ja, gewoon de ouderen zeg maar, een leuke avond bezorgen klonk wel als een mooi initiatief. Dus toen dachten we gaan hier aan meedoen. Wat houdt dat nou in, hè, zo vrijwilliger zijn op zo'n avond? Het is echt gewoon gezelligheid. Dat is ook een beetje het idee natuurlijk van vrijwilligerswerk. Gewoon, het is zelf best wel leuk en je bezorgt de ouderen hier gewoon echt een hele leuke avond. Wat houdt het in om vrijwilliger zijn? Het zet eigenlijk om je eigen belang niet voorop te zetten, maar het belang van anderen. Ik denk dat dat belangrijk is. En ook, het gaat meestal om degene die het ook wat minder hebben, wat moeilijker hebben. Om die toch even die zorg te laten vergeten en ze een leuke dag bezorgen. Het geeft een hoop gezelligheid, maar ik vind het ineens zo druk. Maar wel prettig, druk? Jawel, natuurlijk, maar ik had dit helemaal niet verwacht. Ik denk, nou, we gaan shoelen, klaar. Nou, en dan zie ik daar ineens een mensen, dat is ongelooflijk. Verder leuk. Ja hoor. Ja, wat vindt u er zo leuk aan? Nou, meer mensen en de jong volk erbij. Hier zijn we bij een spelavond in Hoogvliet. Maar tijdens de Nacht van de Vrijwilliger werden er op 7 verschillende plekken activiteiten georganiseerd. Zo ook in Leeszaal West. Daar maakten migranten kennis met de Nederlandse cultuur en oefenden ze met het spreken van de taal. Hoeveel kaas eet een Nederlander gemiddeld per jaar? Ik vind het heel leuk om met andere mensen samen aan de tafel te zitten om meer informatie over Nederland te weten. Eigenlijk was verrassing van sommige informaties. Dat was heel verrassing. Ik ben vanavond als vrijwilliger actief voor Rotterdam Cares. Het flexibel vrijwilliger. En via een vriendin die ambassadeur is voor Rotterdam Cares. Had ze eigenlijk aan mij gevraagd of wij zin om een avondje te vrijwilligen voor mensen uit het buitenland. En zo zetten meerdere Rotterdammers zich in voor de mede-Rotterdammers tijdens de Nacht van de Vrijwilliger. Het is natuurlijk nog wel de vraag hoeveel van hen dit ook echt het hele jaar volhouden.